Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekend weerbericht van zaterdag 3 april. Vandaag hebben we te maken met een noordelijke wind die koude lucht aanvoert. En daarbij komen vrij veel wolkenvelden voor, maar daartussendoor ook de zon. De temperatuur blijft steken op een graad of 10. De wind is dus matig tot vrij krachtig. Ook in de aankomende avond zijn de wolkenvelden en opklaringen en daalt het kwik naar een graad of 3. Zondag is er hetzelfde weerbeeld te zien. Er zijn veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het blijft koud. De temperatuur komt op 10 graden, maar de wind draait dan wel één dag naar het zuidwesten. En dat voor een koufront wat ons daarna met de paasdagen helaas gaat trakteren op koud weer. De tweede paasdag, dan krijgen we inderdaad te maken met heel koud weer. Er vallen geregeld natte sneeuw en hagelbuien. Er staat een frisse noordwestenwind. En de temperatuur komt niet veel hoger dan een graad of 6. Dat zijn notabene decembertemperaturen. De dagen daarna blijft het aanhoudend koud en wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien. En de temperatuur blijft op 5 tot 7 graden steken. En de nachten zijn ook koud. Dicht tegen het vriespunt aan en zelfs hier en daar lichte vorst. Dit was het weekend paasbericht van dit weekend.